Koppen. Hey, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en misschien herken je deze lift al. Ik ben bij Dennis en Lodi vandaag om te chillen en morgen en overmorgen ga ik helpen op de Neuzelbeurs voor hun crowdfunding voor menspappen.nl. En ik heb er super veel zin in. Posten, maar dit is niet zo handig. Echt, wat fuck. Chef pannenkoek. Deze is glutenvrij. En die niet. De glutenvrije pannenkoeken van Koopmans waren echt super lekker. Ze smaakten echt gewoon als pannenkoeken, zonder dat je door had dat je glutenvrije had. Echt, ik ben er zo blij mee. Super nice. Hey, de vlog van vandaag was iets korter. En dus heb ik besloten om een Q&A te doen. Ik heb namelijk de laatste tijd best wel wat vragen gekregen over Dennis en Lodi. Omdat ze best wel regelmatig in mijn vlog aanwezig zijn en ook best wel vaak in de publiciteit zijn. Zo waren ze laatst nog bij de Jopie Padervliet show. En ja, de kans dat ze erin zaten was wel aanwezig, want er werden meerdere dingen opgenomen. Maar we wisten niet zo goed wanneer en op welke datum. En ik vond het echt super leuk dat jullie mij allemaal berichtjes stuurden via social media om te laten weten dat ze nu op RTL waren. Dus nou ja, dat kwam ook in mijn vlog voorbij. En ik kreeg via de mail verschillende vragen en die ga ik nu beantwoorden. Ik pak ze er even bij. Waar ken je Dennis en Lodi van? Nou, ik ken Dennis al zo'n pak een beetje 10 jaar. Ik ken hem van animatiewerk. We hebben samen in Limburg gewerkt. Toen zijn we daar samen heen gereisd met de auto. En ja, dat klikte echt vanaf het moment dat we elkaar zagen. Het was heel gezellig. En na het werk hebben we contact gehouden. Zijn we leuke dingen gaan doen. Zijn we op vakantie geweest. Zijn er ook een heleboel dingen mislukt in ons leven. Zo, ja. Het werkwoord Yvette is ook al op Dennis van toepassing. Dat kun je wel zeggen. Dus we hebben meegedaan aan Talante Zeen in de Lucht van Blijde de Klei. Ik zal hier even een linkje plaatsen. Dan kun je zien ja, wat er gebeurde en dat het niet helemaal goed afliep. Hetzelfde was met onze vakantie naar Barcelona. Ging niet zo helemaal vlekkeloos. En zo hebben we eigenlijk altijd wel iets. En Lodi, dat is de vriend van Dennis. En ja, dat klikte eigenlijk ook gewoon heel erg goed. Wat is Wenspapa? Nou, Wenspapa is de blog die ze gestart zijn, Dennis en Lodi, omdat ze een kinderwens hebben. En als homo zijnde is dat vrij lastig in Nederland. En je loopt tegen een heleboel wetten en alles aan, waardoor het gewoon onmogelijk gemaakt wordt om kinderen te krijgen. En ja, ze wilden wel heel graag kinderen, daarom zijn ze een blog gestart met een crowdfunding, omdat ze zo naar Canada moesten, want ze hebben een draagster. En een eiceldonor. Dus ze willen gebruik maken van IVF. Dat kan in Nederland en zo allemaal niet. Dus moeten ze naar Canada. Maar dat kost een hoop geld. Het kostte 50.000 euro. En het eerste traject was geslaagd. Maar helaas is het eitje niet goed ingenesteld. En daarom moesten ze weer opnieuw 15.000 euro bij elkaar zien te krijgen. Om in december dit jaar nog af te kunnen reizen naar Canada voor een tweede poging. En ik hoop echt dat het ze lukt. Van de 15.000 euro... staan ze nu op 9.994 euro en een kwartje. Dus echt, ze zijn al op 2/3. En ik ga er ook wel vanuit dat het ze gaat lukken, want ze doen hard hun best. Zo staan we dit weekend, morgen en overmorgen op de Neuzelbeurs in Rijswijk. En gaan we een heleboel spulletjes verkopen. In de hoop dat dan het geld ja, allemaal wat meer wordt. En dat ze de kinderen in vervulling kunnen laten gaan. Nou ja, waarom crowdfunding? Omdat het gewoon onbetaalbaar is. Daar komt het op neer. En ze hebben al 4 jaar lang alles opzij gezet. Ze hadden een abonnement op Disney, die hebben ze gestopt. Alle overige abonnementen zijn ze gestopt. Alle luxe uitgaven zijn ze gestopt. Echt, ze hebben zo hard gespaard. Maar zelfs dan heb je veel geld nodig. En ze wil geen lening afsluiten voor een kind. Omdat dat natuurlijk ook een heleboel risico's met zich meeneemt. En die 15.000 euro en die 50.000 is echt het minimum wat ze nodig hebben voor het traject.
en de juridische kosten. En daarnaast komen natuurlijk nog alle kosten die elke ouder heeft, zoals het inrichten van je huis, van je kinderkamer, van luiers tot voeding. Ja, die kosten zullen ze ook nog krijgen en dat komt er dan nog eens bovenop. Dus het is echt een vrij duur traject, maar een van de weinige trajecten die kan in Nederland. Of nou ja, niet eens in Nederland, en daarom moet het naar Canada. Maar voor homostellen is dat ja, een van de weinige opties. En daarom hebben ze daarvoor gekozen. Ga ook allemaal maar even een kijkje nemen op www.wenspapa.nl. Want daar kun je alles over hen terugvinden. Kun je hun blog lezen, zien de tussenstand van de neuzelbeurs, alles. Dus ik hoop dat jullie daar ook een kijkje gaan nemen. En dat jullie deze mini Q&A leuk vonden over Dennis en Lodi. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Morgen gaan we naar de neuzelbeurs. En dat wordt de eerste dag. En dan ga jullie daarmee naartoe nemen. Vergeet ook niet op het duimpje te drukken en je te abonneren op mijn kanaal. Doei, tot morgen!